De Kuierdamse weg in Ellemeet. Deze doorgaande weg door dit 350 inwoners tellende dorp is roze gespoten. De huiskleur van de Giro d'Italia. De dorpsraad kreeg dit idee tijdens een informatieavond. En voorzichtig hebben we toen ook het idee geopperd om te zeggen van is het mogelijk bijvoorbeeld om in de vorm van een roze loper uit te rollen met een spuitmachine. Het is niet slecht voor het milieu. Absoluut niet. Het is verf die biologisch afbreekbaar is. Deze verf wordt ook gebruikt in de kassen tegen zonnebrand voor de planten. En wat zullen de renners ervan vinden? Nou, ik denk dat een mooiere welkomstboodschap niet gebracht kan worden in feite. Als de loper voor je uitlegt, dan ben je welkom. Op dit deel van de N57, tussen Burg en de stormvloedkering, razen maandag de coureurs van de Giro voorbij. En op dezelfde plek rijden op 4 juli de renners van de Tour de France langs. Wat een geluk als je dan als wielerliefhebber vlakbij het parcours woont. U zet twee klapstoeltjes in de berm en kijk maar. Ja, nou, ik ga gewoon staan. Ik hoef niet te zitten. Dus ik ga gewoon hier langs de kant staan en dan het peloton aanmoedigen. U neemt het campinggedeelte van uw bedrijf voor uw rekening. Ja. Er zijn al mensen die hebben vorig jaar gezegd dat ze speciaal voor die wielerevenementen willen komen. Hè? Wat zeiden ze? Wil je alsjeblieft een plaatsje voor me bewaren, want we willen zo graag komen kijken voor de Tour de France. Dus ja, dat doe je dan, hè? De huidige gasten zijn niet speciaal voor de Giro naar Burg gekomen. Maar nu de koers pal langs de deur komt, gaan ze wel kijken. Ik zal juichen en springen om de renners toch een hart onder de riem te steken en om enthousiasme kenbaar te maken. Hij is niet de enige die zich verheugt op de komst van de renners. Ook deze stroopop bij Burg kijkt reikhalzend naar ze uit. Zijn omgewaaide collega op Noord-Beveland was wat minder fortuinlijk.